Hallo allemaal. Op de zijkant van deze rail staat de lijncapaciteit en dat is bij deze rail 340 meter 35 honderdste. Daarom voorzie ik deze spoel van een nylon opvulling. Ik gebruik de spoelknoop om deze nylonlijn vast te knopen om de as van deze rail. Doe de lijn om je asje heen. Je maakt een lus. Zo. Je draait 5 keer om deze lijn heen. Vier, vijf. Dan heb je zoiets. En dan door het oogje haal je dit draadje. En dan heb je zoiets. Beetje vochtig maken. Dan aantrekken. Zo. Hier knip ik een stukje vanaf. Zorg wel dat de knoopje aan de goede kant van je asje zit, want anders slipt hij door. Spoel de eerste lagen netjes naast elkaar om onbalans tegen te gaan van je spoel. Het spoelen van de opvullijn is klaar. Nu gaan we een vislijn bevestigen en daar zijn twee manieren voor. De eerste manier is: plak een stukje tape over het uiteinde van je opvullijn. Zo. Goed aandrukken. En met de spoelknoop knoop je de vislijn vast om je asje heen. De lijn om je asje. Zo, dan een aantal keren draaien. Door het oogje. Beetje vochtig maken. Aantrekken. Uiteinde een stukje afknippen. En nu kan het spoelen beginnen van je vislijn. De tweede manier is: we verbinden met de dubbele grinner de vislijnen aan het uiteinde van de opvullijn. En dat gaat als volgt. De opvullijn. En dit is de vislijn. Die doen we naast elkaar. We maken een lus. Kijken, zo, een lus. Daar wikkel je een keer of vijf je lijntje doorheen. En dan is hij zo. Dat trek je aan. De andere kant doe je precies dezelfde. Je maakt een lus. Je wikkelt dat lijntje er doorheen. Oh,
Zo. Druk hem ietsje aan. Bevochtigen allebei de knoopjes. Dan kan je ze aantrekken. Even afknippen. Dat is één. Dat is twee. Zo. Nu kan het opspoelen van je vislijn beginnen. Het spoelen is klaar, maar spoel niet de hele rail vol, maar blijf wel 2 mm van de bovenkant van je spoelrand af. Succes ermee!